Bij het woord gilde kunnen we onderscheid maken in vier verschillende soorten van gilden. Defensieve of wereldlijke gilden, kerkelijke gilden, ambachtsgilden, rederijkerskamer. Het Sint-Joris-gilde Stratum is een defensief of wereldlijk gilde dat waarschijnlijk in aanvangstijden geschoten heeft met de kruisboog. Schuttersgilden zijn gezelschappen waarin op bijzondere wijze de godsdienst beleefd wordt, een actieve sociale houding van de gildebroeders wordt bevorderd en de maaltijd gevierd en een wapen gehanteerd. Voor goede persoonlijke contacten is een ongedwongen sfeer erg belangrijk. En bij een goed glas pils, 80 cent is niet te veel, kunnen hele goede contacten worden gelegd. Het gilde van de heilige Georgius, wat nu in goed Nederlands Sint-Joris heet, is opgericht 2 mei 1512. Belangrijke attributen van het gilde zijn het standaardvaandel, wat door de standaardruiter wordt gevoerd, die dan ook in een echt harnas gekleed is. Op 15 mei 1968 werd het pand Codijco in gebruik genomen. Bernard Verblakt, Mathieu van der Voort, Thijs Vermeulen, Frans Baks, Willy van Leuken en Pieter Groot waren erbij. Mevrouw van Abbe loste het openingsschot. Het schilderij is geschonken door de gildeheer Albert van Abbe, regerend deken Huub Holte en geschilderd door Hugo Brouwer. Wapens hangen tegenwoordig niet meer aan de muur in verband met het gevaar van diefstal en oneigenlijk gebruik. In de loop der eeuwen hebben de Brabantse gilden getracht hun aanzien en maatschappelijke positie te verhogen door de aanstelling van een belangrijk persoon uit de maatschappij als gildeheer. Het Sint-Joris Gilde Straten is bijzonder verheugd dat zij op dit moment de heer Dekker gevonden heeft die zich bereid heeft verklaard om als gildeheer op te treden. Doordat dokter Dekker zijn naam aan het Sint-Joris Gilde heeft verbonden en als beschermheer wil optreden, heeft het Sint-Joris Gilde de mogelijkheid om continuïteit te waarborgen, waarbij vooral het belang van eigen huisvesting zeer groot is. Vooral nu het pand Codijco binnenkort afgebroken gaat worden. Nu wij het pand binnentreden, ziet het er allemaal keurig uit, maar u moet niet vragen wat er zich achter de vaandels bevindt. Allereerst moet dokter Dekker worden geïnstalleerd. Voor het gilde een belangrijke, maar ook gezellige bezigheid, waarbij uiteraard de zaak het vloeibare vocht niet mag ontbreken. We hebben echter ook belangrijke gasten van het gilde uitgenodigd. Pastoor van der Zanden, mevrouw van Abbe, burgemeester Borrie met zijn echtgenote en uiteraard de zaak ook mevrouw Dekker zelf. Mag ik thans aan dokter Dekker vragen of hij aan deze zijde van de tafel wil komen staan? De installatie begint met het omhangen van de gildesjerp bij dokter Dekker, waardoor hij lid gemaakt wordt van het Sint-Joris-gilde. Dokter Dekker, proficiat. Wilt u even goed aan mevrouw Dekker zou ik willen vragen of zij voor de accolade kan zorgen dragen. Maar het mag ook bij de gewone Hollandse kust. Ik vraag u met het omhangen van dit eretegen geïnstalleerd te hebben als heer van het aloude Sint-Joris-gilde. Het schild symboliseert de sterke karaktertrekken van de heer Dekker en bevestigt hem als gildeheer. Het karakter is kennelijk een familietrek, want regelmatig werd ook broer Jan gefeliciteerd ter gelegenheid van de installatie.
lekker, wil u daar tussen gaan zitten? Geen feest zonder foto. En in dit geval eigenlijk een familiefoto, want een gilde is vooral ook een broederschap. In het midden het belangrijke lid van de familie, de gildeheer, geflankeerd door de eredeken en ook de voorzitter, oftewel de regerend deken van ons gilde. Blijft u allemaal tegelijk en nog één keer lachen. Hallo. Hartelijk dank. Na de toespraken waarin aan de gildeheer werd verteld wat er van hem werd verwacht, bracht het gilde hem als hulde de Vendelgroet. Koningin en vaderland. De Vendelgroet symboliseert de strijd tussen Sint Joris en de draak, tussen goed en kwaad. De Vendelier is de strijder die God bidt om kracht in de strijd om eerlijk en goed te strijden en te overwinnen. Het is duidelijk, met zo'n gildeheer kun je bouwen. En hoe komt het er nou het nieuwe huis eruit te zien, de nieuwe behuizing? Nou, de opzet is dus dat het een kruisvorm krijgt. Dat wil dus zeggen dat de zichtbare uitbouw is dus 9,80 meter. En dat zijn er stukken die 4,5 meter diep zijn. Je zou het kunnen onderverdelen in 6 elementen. 1, 2, 3, 4. Dat zijn dus de uitbouwen. En hier een stuk in het midden. Ja. Daar had je me toch wel met de pet op staan. Hier heb je ook een start van de bouw, want de bedoeling is dat we daar zelf een hoop aan doen. Opzet is dat het dus van hieruit omlaag gaat, zo, dus dat het een laag plat dak wordt. Het ziet er aantrekkelijk uit met een zwembad erbij en zo, maar ja, dat zullen we daar wel niet kunnen realiseren. Je hebt hier nog een bouw wat er meer op lijkt. Dat is namelijk al veel lager. Daar zit ook al duidelijk geen verdieping meer op. Alleen is de opzet niet dat het zo met de inspringingen komt, maar dat dit gewoon evenwijdig wordt. Dak, zowel links als rechts. Hier heb je al een weer mooier aanbeeld. Je kunt wel stellen dat er ongeveer uit komt zien hier, zoals hier beneden aangegeven, maar dat dit dak dan loopt van deze hoek zo naar die hoek en dan zo weer omlaag. In het kader van de stadsvernieuwing moet het gilde ruimen. In overleg met de gemeente Eindhoven is een locatie aangewezen. Doch het gilde heeft nog steeds geen duidelijkheid over de juiste plaats en wil, om de discussie gaande te houden, een daad stellen die in de publiciteit komt. De schoppen verraden veel. Bij een gilde gaat het meestal om een aantal families die in meerdere generaties vertegenwoordigd zijn. Ik ben de moeder van Frans, van Guido, van Walter, de schoonmoeder van Toon van der Linden. Kun je nog meer hebben? Schoonmoeder van Rens van Dijk, Rens van de Ven. En ik ben de oma van een heleboel. Dus een beetje de moeder van het gilde. Nou, de moeder, ik noem het eigenlijk niet zo hoor. De kinderen zijn allemaal bij het gilde gegaan. En ja, dat is toch gegroeid. Dat is gewoon traditie geworden. Je komt nou zo kijken wat de kinderen weer uitspoken. Probeer te komen kijken, ja. Want ik ben zo'n held niet meer met mijn stokken. Hè?
Op de dag af, 475 jaar na de oprichting van het Sint-Joris-gilde, moet de eerste spade voor het nieuwe gildenhuis de grond in. De inrit naar de plaats is gemarkeerd met een vlag. Maar waar het dan precies is, dat wordt zoeken. Wij staan hier op een heilige, hopen wij, toekomstige plek voor ons gildenhuis. De zekerheid dat wij de grond hier krijgen, staat nog niet definitief vast. Het is wel zo dat de gemeente zelf voorstelt om het op deze plek waar we nu staan, het te maken. Maar er moet al een procedure voor in gang gezet worden, bestemmingsplan gewijzigd enzovoorts. Bij het wijzigen van het bestemmingsplan kan het zijn dat sommige mensen daar toch wel enige moeite mee hebben. En dan zal het aan ons liggen om hen duidelijk te maken dat zij van ons geen overlast zullen ondervinden. Wij zullen alles in het werk stellen om het onze toekomstige buren niet lastig te maken. Er zijn er zelfs bij die enthousiast op een of andere wijze een binding met ons gilde willen krijgen. Dus wat dat betreft is die toekomst ook wel gewaarborgd. En ik verheug me erom dat hier aanwezig zijn de heer Notemans, de heer Koks en de heer Land. Drie bewoners recht tegenover deze laan. Oorspronkelijk hebben wij gewild aan de overkant ons gildenhuis te vestigen. Naast de zandvang, maar dat is radicaal door BMW afgewezen. En die hebben gezegd, wij zoeken voor jullie een locatie aan de zuidelijke ventweg van de Boutenslaan, nabij Huizen de Nelzen. Voortvarend als we dan zijn, zijn we zelf al even ook gaan kijken. Wij dachten dat dat grote veld daar voor ons, tussen de Kraalwoestijn en Laan en hier, een bijzonder geschikte gelegenheid was om ons gildenhuis neer te zetten. Maar daar hebben de bewoners daar toch wat enige kleine moeite mee. En die zeggen, als je nou hier kunt gaan staan met je huis, nou dan denken wij dat het wel weinig bezwaar zal oproepen. Alleen zit er de mogelijkheid nog in dat het bestuur van Huizen de Elzen er enige moeite mee heeft. Want dan willen wij namelijk hier dat trein voor ons benutten als schiettrein. Als oefentrein. Nou weet ik wel, wij schieten niet zoveel, maar het is toch prettig dat je daar een paar bomen hebt staan waar je dus veilig kunt schieten. En die barrière moet nog even genomen worden en dan zal nog respect plaatsvinden met de heer Spekke, maar dat wordt, voor zover ik begrepen heb, gevoerd door de heer Koks, die ook in het bestuur van deze tehuizen zit en die hier dan ook aanwezig is. Als op deze wijze de weg voor ons vlak gemaakt wordt, is dat dan alleen maar prettig. Als er geen enkel bezwaar komt van de bewoners tegen de vestiging van deze plaats, dan denk ik dat BMW op zeer korte termijn een definitieve beslissing kunnen nemen. Wij staan vandaag precies exact volgens onze boeken op 2 mei 475 jaar. Wij meenden dat wij toch een symbolische daad moesten stellen zonder te provoceren of iemand dwingend te benaderen, dat wij vandaag de eerste spade in de grond moesten steken, al was het maar symbolisch. En ik verheug me erop dat op onze telefonische oproep zoveel gildenbroeders vanmorgen gehoor hebben gegeven om hier aan mee te werken. We vinden het leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik wens jullie allemaal proficiat met 475 jaar bestaan. We staan aan de vooravond van de Groot Gildenfeest en we hopen dat dat goed slaagt. Glorie, meer de eer en glorie van ons gilde. Maar vooral op de broederlijke samenwerking, want als we samenwerken, dan lukt het wel. Dan zal ik onze oudste gildebroeder, Sjaak Baks, en onze jongste gildebroeder, Sjaak,
niet helemaal, maar zeg maar, dat klinkt dan mooier, 77 jaar. En de jongste is 7 jaar. Dus een leeftijdsverschil van 70 jaar. En dat is de kleinzoon van onze ouderling. En die willen we samen de eerste paden in de grond laten steken. Als terugblik op het verleden en met het oog, met het oog op de toekomst. Want zij willen toch, als God behaagt, het langste en het meest plezier van ons nieuwe gebouw gaan beleven. En mag ik dan beide jongens uitnodigen, Mervin Bax en Sjaak Bax. Dat ze samen laten we misschien voor het licht, ik weet niet waar u het liefst wilt hebben. Oh, dat is inmiddels ook hier al gearriveerd. En het schilder wordt gevraagd of het er dichterbij wil komen. Als jullie samen de schom vastpakken en de achtergrond, kunt u het zelf opnemen. Ik kramp in mijn vingers gekregen. Dit is het hart van het gebouw. Ja, doet u maar eens. Misschien nog de groeten doen? Ja. De groeten aan mijn moeder. En mijn vader? Nee, mijn vader is dan niet meer. En mijn broers en mijn zusjes en mijn zusje die naast mij staat. Ja, zo en de buurvrouw. Nee, die mag nooit geen groeten doen. Jawel. Dat is helemaal niet waar. Ja, want mijn vrouw doet de groeten niet. Nee, de buurvrouw de groeten. Het gilde heeft een daad gesteld. De publiciteit is gehaald. De pers was aanwezig. Maar wat denken de bewoners van de omgeving over de komst van het gilde? U heeft net het gilde voorbij zien komen. Ja. Wat vond u daar zo van? U weet waar het om te doen is? Nou, ik weet dat ze daarachter dus een nieuw terrein krijgen waar ze dus hun festiviteiten gaan houden in de toekomst. En wat vindt u daarvan als bewoner, als overbuurman? Als overbuurman, nou, Ik vind het best het enige wat ik van sommigen hoor, als ze maar niet heel de dag schieten, maar je hebt mensen die niet tegen dat soort lawaai kunnen, maar ze schieten maar 1 keer of 2 keer per jaar, denk ik, met dingen. Hè. Kruisboog, ze schieten meest kruisboog, hè. Dan maak je geen lawaai, hè? Nee, dat is... Dus u heeft daar geen bezwaar tegen dat gilde hier naartoe komt? Het is een fleurig geheel, hè? Ja, zeker. En het is bovendien iets oud-Brabants, nou wij zijn Brabanters. En dat moet gehandhaafd blijven, niet dat? Ja. Ja. Wat vond u er zo van? Ik vond het wel leuk. En wat moet ik er verder van zeggen? Denk je dat het er echt komt? Het is voor de guld te hopen dat het er echt komt. Ik weet het niet, ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Wordt de locatie mooier dan daar? De locatie is hier wel mooi, ja, vind ik wel. Tussen de bomen, maar mooier. Ja, ik vind daar, ja, we zijn daar al zoveel jaar dat we eraan gewend zijn. Hè? Dat is eigenlijk wel jammer dat u moet verhuizen, begrijp ik. Ja, dat vind ik van verhuizen altijd jammer. Als je het naar je zin hebt om dan weg te moeten voor een reden, vind ik het altijd jammer om te verhuizen. Ja, als u naar een mooie plek zoals deze teruggaat, dan krijg je er wel wat goed voor terug. Hè? Wel. Ach, als je... Met het idee gaat van het is daar, we maken er iets van, dan denk ik best wel dat het terecht komt. Nee, bij die manier. U bent enige wijze betrokken bij het gebeuren hier? Omdat ik een bewoner ben van deze buurt, ja. En wat vindt u er zo van? Ik vind, ik was net aan het uitleggen aan de omstanders, dat ik heel goed begrijp dat het Jorisgil door de gemeente in de problemen gebracht is. Dat zij weg moeten van het kanaal naar Toornstraat. Dat er binnen de parochie een plek gezocht wordt
voor een alternatief. Ze zijn van hot naar haar zijn ze gegooid. Wel in groen gebied Gennep, niet in groen gebied Gennep, wel achterin de parochie, niet aan, nou, is er een alternatief. En ik denk dat het, wat ik geloof dat heet de deken van het gilde, dat hij van der Voort, dat hij nu een redelijk compromis heeft gevonden tussen toch een goede plek voor hen en geen overlast voor de omgeving. Het springende punt waar het nog om ging was dus of de bewoners van de Elzend, of die last zouden hebben van de twee schutsbomen die daar zouden komen. Nou, daar is van toegezegd dat dat met pijlen zou gebeuren en niet met het geschut dat we vandaag gehoord hebben. Ik denk dat dat van hun kant geen bezwaar kunnen zijn. En wat mij betreft, en de bewoners die hier wonen, de wijze waarop dat gebouwtje verscholen zal zijn in de bomen als waar zij nu de plek aangeven, lijkt mij dat dat geen bezwaar kan opleveren. U heeft het gebeuren zo'n beetje gevolgd hier? Ja, ja, en ik kwam ze daar tegen en ik dacht, oh, dat is spendelzwaaien, dus ik volgde ze. En toen hoorde ik dus dat dat allemaal over dat plekje ging en nou, ik vond het heel interessant om het allemaal te volgen. U bent dus geen bewoner? Nou, mijn ouders wonen in Rusboeklaan, dus dat is iets verder weg. Maar hier woon ik, maar ik kom hier wel vaak langs wandelen. En u wist zelf al iets van het gilde? Nou, ik wist dat ze in de Kanaalstraat woonden. En daar reed ik vroeger langs met de fiets naar school. Dus, maar verder, het gilde op zich, dat zegt u verder weinig? Nou ja, nee, niet zoveel, nee. Niet zoveel. Maar ik vind het wel leuk dat ze bestaan en dat ze dus nu een nieuwe plek hebben gevonden, ja. Ja. U had er tot voor kort ook nog weinig van gehoord? Tot op het moment dat... Als Brabantse heb je natuurlijk wel van de gilde gehoord, maar ik heb er verder, weet ik er niet veel van. U staat er ook als bewoner positief tegenover? Ja hoor, heel zeker. Mijn enige angst is geweest dat het een ontzettend groot gebouw werd. En dat het dus precies daar, hier voor de bosrand, zal ik het dan maar noemen, dat het daar zou komen. Maar dat ziet er allemaal niet naar uit. Het ziet eruit naar een heel... Nee. Als het nu komt waar zij de eerste spade gespaard hebben, gespaaid op zo'n Brabants, dan zou het prima zijn. Wat vond jij van al die mensen in die pakken? Leuk. Alleen een beetje lelijk. Wat vond je er lelijk aan? Die pakken. Al die verschillende kleuren. Vond je dat niet mooi? Nou, eigenlijk wel, maar het kan mooier. De buurtbewoners die staan vrij positief tegenover de komst van het gilde. Betekent dat dat de laatste hordes genomen zijn? Nou, ze zijn nog niet volledig genomen, want het is namelijk zo dat de locatie waar wij dan vanmorgen de eerste spade in de grond gestoken hebben, de locatie is die de gemeente Eindhoven voorstaat. Wij zelf hadden oorspronkelijk de gedachte om bij die grote weide daar onze schutsboom te zetten en ook het gildehuis. Maar dan kwam het wel in het zicht te staan van de bewoners van de Karel van de Woestijnenlaan. We hebben aanstaande donderdag met de gemeente een gesprek over de exacte locatie. En die zal dan daar zijn waar we vanmorgen de plaats, de eerste spade hebben gestoken. Dan komt er natuurlijk, als we zeggen akkoord, een publicatie van de gemeente Eindhoven. En dan kunnen de bewoners, en iedereen kan dan bezwaren indienen tegen de locatie. En dat kan ook nog door andere organisaties zijn of instituten die daar moeite mee hebben. Meneer Baks, u bent degene die, een van de twee overigens, die de eerste spa in de grond heeft gezet. Hoe staat u tegenover de verhuizing? Oh, ik heel positief. Als de leden er zelf maar een beetje aan meewerken, dan zal het best lukken om daar ons thuis vesten. U vindt het niet jammer dat u deze locatie kwijtraakt? Nee, dat is in het belang van iedereen, van de hele vereniging. En de allerkleinste, het jongste lid van het gilde, wat vind jij ervan dat jullie gaan verhuizen? Leuk. En wat wil je er zelf allemaal aan doen? Ga je zelf meehelpen timmeren en metselen? Nee. En wat doe jij verder allemaal in het gilde, afgezien van je mooie pak? Bezuinblazen. Dat kan je al heel goed. Oké, bedankt. Wat we hebben, dat weten we. De tijd brengt raad, maar schaft niet.
Dat is geen goede pijl. Wacht even.